Hoi allemaal, zaterdag 24 oktober is koningin Elisabeth voor het eerst beroofd. Ze is beroofd door een baby met een handdoek over haar hoofd heen. De moeder van de baby die heeft eigenlijk bijna niks gedaan behalve kijken. De baby die is nu opgepakt, alleen ze heeft wel een paar dingen beroofd. De hoed van de koningin, haar oorbellen en een ketting. De ketting was van de oma van koningin Elisabeth, alleen meer weten we nog niet. De oorbellen die zijn gewoon kwijt en de hoed die heeft de baby nog steeds in haar kast. De baby is nu opgepakt om beter te verzorgd worden en de moeder die is naar de gevangenis. Meer horen jullie vanavond.